de loterij werd keurig goed. Ubi chai kong hiu fa ding asabli li de be halio trusu tawang mandi taki anai stem tiga nei stem forai onto in fusting wakagwe komoto en ya vergadering ma tide da wo chai giu alas di pisi sang de minister piki na ding sani ang de fraga ngari open amerking di de be abi aba de wetter ya so bika na wetter di de fan udu voor kom blacklisting fusana konde de keuren goed kaba amo publiceren te ma me kyo ye sare minister staki wo ye fosi fu a minister fu financiën daarna du fu juspo. Voorzitter, er zijn wat vragen waar ik graag op inga. Die vragen hebben te maken met het beleidsgebied dat mij regardeert. En die hebben te maken met geld, maar vooral met geldstromen. Wat gebeurt er met het geld? Een paar korte vragen voordat ik op de belangrijkste vraag inga, voorzitter. Zijn er inkomsten en wat zijn de ramingen? We hebben een heleboel statistische informatie die we kunnen geven. Ik denk dat het goed is dat ik u die informatie opstuur, zodat u dat op schrift krijgt. Maar de raming casino, er zijn 20 geregistreerde casino's. De raming casinobelasting is 20 miljoen voor 2023. Daarvan is 87% reeds gestort. Wij schatten dat de inkomsten meer zullen worden dan de raming voor dit jaar. Naast casinobelasting is er sprake van. Er worden stortingen gepleegd voor loonbelasting. 2018 voor 11,5 miljoen. 2020 een hele grote dip naar 3 miljoen. U ziet de invloed van COVID. 2021 een opklimmen naar 17 miljoen. En 2022 naar 19,5 miljoen. Wij schatten in dat we 2022 halen en gaan passeren. Ook AOV. Een beetje hetzelfde verloop. Namelijk de invloed van COVID heel erg zichtbaar. Maar AOV 5 miljoen ongeveer op jaarbasis. Het zijn 20 casino's. Inkomstenbelasting 21 miljoen in 2022. Wij schatten in dat we dat dit jaar op zijn minst evenveel halen. Er is verder, even kijken, casinobelasting heb ik genoemd. Dat hebt u gehad. Loterijbelasting. Loterijbelasting 5,5 miljoen voor 2022. Wij schatten in dat we minimaal hetzelfde bedrag dit jaar terughalen. Er moet gezegd worden dat de inkomstenbelasting voor casino's verhoogd is naar 50%. Kan je dit toepassen op online betting? Dat is afhankelijk. Als online betting valt onder de wet op casino's, dan is die belasting automatisch ook van toepassing op online betting. Dus dit is afhankelijk van hoe de wettelijke voorziening is. En als het daarin niet voorzien is, kunnen we het bij inkomstenbelasting regelen. Maar het is handig als u die casinowet hebt en u plaatst online betting onder de casinowet, dan is dat automatisch ook onderhevig aan 50% belasting. En is dat administratief en wet en juridisch de handigste, makkelijkste methode om dit opgelost te krijgen. De volgende vraag was, voorzitter, hoe zit dat met de Nationale Loterij? Want ga je die sluiten en wat gebeurt er met de mensen? Voorzitter, met de oprichting van de Gaming Board zijn de toezichthoudende taken van de Nationale Loterij zijn naar die Gaming Board. Maar wat ook naar de Gaming Board gaat, is het personeel. Dat wordt vrijwel geheel overgenomen, dus niemand komt in een vacuüm terecht. En ook juridisch, voor wat betreft de taken die de Nationale Loterij had in termen van ordening en toezicht, die gaan over naar die Gaming Board. En dus hier is zorgvuldigheid betracht in de structuur die aangelegd wordt, zowel juridisch als in taakstelling, maar ook naar de medewerkers toe. Dan de belangrijke vraag, voorzitter, de geldstromen. Die vraag is begrijpelijk en die vraag is een belangrijke vraag, omdat iedereen vermoedt, en het is meer dan vermoeden, dat hier
grote geldstromen aan de gang zijn. En dat die grote geldstromen dagelijks rondgaan. Ik moet u zeggen dat dit permanent in het beeld is geweest, onderwerp van aandacht is geweest van het ministerie van Financiën en Planning, van de Centrale Bank van Suriname, van de Deviezencommissie. En we hebben daar ook mee over gepraat met de Gaming Board. In dit overleg, voorzitter, is het zo geweest dat wij vooral gekeken hebben naar die geldstromen en hun relatie met de koersontwikkeling. Ik denk dat dat ook onderdeel is geweest van het algemeen debat. In hoeverre drukken deze geldstromen die koers omhoog? En ik moet u zeggen dat we ook in dat opzicht ernaar gekeken hebben. Met name de Centrale Bank en het ministerie van Financiën, maar met ook goede samenwerking van de Deviezencommissie, moet ik zeggen dat wij gestart zijn bij de ordening met de traditionele maatregelen tot stabilisatie van de koers. Met die traditionele maatregelen schijnt die koers op dit moment redelijk stabiel te zijn gedurende een vrij lange periode. En lijkt het erop alsof die geldstromen niet de grootste invloed hebben gehad op het omhoog drukken daarvan. Maar dat betekent niet dat wij dat onderzoek gestaakt hebben, voorzitter. Wij gaan wel degelijk, en ik heb de afspraak met zeker de governor van de Centrale Bank expliciet, maar ook met de Deviezencommissie, dat wij ongeacht het effect dit in beeld gaan brengen. En dat zodra daartoe wij voldoende materiaal hebben, dat wij uw college daarvan ook op de hoogte gaan stellen. Omdat ik denk dat wat uw college uitspreekt, van het gaat niet om kleine bedragen, het gaat om grote bedragen die groot effect kunnen hebben op de markt, dat wij dat in beeld gaan brengen en dat wij u daarover zullen rapporteren, voorzitter. Dit is, in elk geval is het zo dat ons in de afgelopen maanden vanaf maart, dat de stabilisatie ingezet is op de koers, dat de geldstromen uit deze kans spelen in elk geval kennelijk niet in staat zijn geweest om overmatig die koers verder omhoog te drukken en wij hem hebben kunnen stabiliseren. Maar zoals ik eerder zei, het betekent niet dat wij daarmee zeggen van we stoppen het onderzoek, dat onderzoek zal doorgaan. Zodra we daar hele goede concrete resultaten over hebben, gaan we uw college daarover uitvoerig informeren. Voorzitter, ik denk dat ik daarmee mijn deel heb gedaan. Hartelijk dank voor uw aandacht. Er zijn heel wat opmerkingen gemaakt, voorzitter. Ten aanzien van de Gaming Board, laat mij zo beginnen dat eigenlijk de activiteiten van de Gaming Board, ik weet eigenlijk sinds 2009 zou de Gaming Board operationeel worden. Het is er niet echt van gekomen de afgelopen jaren. En ik kan zeggen dat we eigenlijk bij het aantreden van deze regering, dat er echt inhoud is gegeven aan het activeren van de Gaming Board. Er is een complete reorganisatie gepleegd de afgelopen twee jaartjes. Laat mij aangeven, voorzitter, dat ik eerder op de dag het strategisch businessplan 2023 van de Gaming Board naar u hebt opgestuurd. En bepaalde zaken die hier aan de orde zijn gesteld, zoals voorlichting en communicatie, gokverslaving. Dus het zijn allemaal zaken waaraan gewerkt zal worden. Laat mij ook aangeven, ik heb al aangegeven dat er een lange weg te gaan is voor de Gaming Board, zowel nationaal om landelijk te gaan. Ik kan hier memoreren bijvoorbeeld de samenwerking, de goede samenwerking met de districtcommissarissen. Ik kan aangeven ook dat voor wat betreft internationale samenwerking, er is een heel goede samenwerking met bijvoorbeeld de gamingsautoriteiten in Nederland, in Curaçao, Guyana, Aruba.
zijn allemaal landen waar leden van onze gaming board stage kunnen lopen. Er is interactie, er is uitwisseling van strategieën. Dus dat is allemaal meegenomen in hun activiteiten. Ook er zijn er MOU's gesloten, onder andere met het Openbaar Ministerie, met FIU. Ik denk ook met de Centrale Bank. Dus er is, de Gaming Board is bezig haar vleugels uit te slaan. Ten aanzien van de wetten die we hier behandelen, dan wil ik u presenteren mondelinge wijzigingen waarvan akte wordt gevraagd, voorzitter. Laat mij zo beginnen dat in de ontwerpwet houden de regels met betrekking tot het exploiteren van hazardspelen, wet hazardspelen, alsmede nadere wijziging van het wetboek van strafrecht, het wetboek van strafvordering en de wet casinobelasting 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht. A. Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt. In onderdeel P wordt in de definitie de laatste volzin geschrapt. Akte verleend. In onderdeel Q wordt na de laatste volzin een nieuwe volzin toegevoegd, luidende als volgt. Het is verboden om in een supermarkt een verkooppunt te vestigen. Akte verleend. B. Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt. 1. In lid 4 wordt de zinsnede 300 meter vervangen door 500 meter. Akte verleend. C. In artikel 23 lid 5 onderdeel lid 5 onderdeel wordt het percentage 30 vervangen door 35. Akte verleend. Voorzitter, in de ontwerpwet houdende het vaststellen van regels met betrekking tot het exploiteren van loterijen worden de volgende wijzigingen aangebracht. In artikel 4 wordt lid 2 gewijzigd als volgt. 2. De commerciële loterijen kunnen fysiek of middels een online platform worden aangelegd en gehouden. Het is de vergunninghouder verboden om per dag meer dan 3 trekkingen per loterij te houden.